Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Februari sloot vandaag prachtig af op de meeste plaatsen met felle zonneschijn en alleen een beetje lenteachtige kleuren. Maar niet overal, want in het noorden en westen van het land zagen we iets meer bewolking vanmiddag en die hield de zon van tijd tot tijd tegen. Maar die wolken zijn wel aan oplossing onderhevig en dat betekent voor vanavond dat we op de meeste plaatsen toch echt helder weer hebben met temperaturen die vrij snel dalen tot richting het vriespunt. In de loop van de nacht zakt de temperatuur verder en op een enkele plek in het oosten van het land komt het zelfs tot matige vorst. Dan hebben we het over temperaturen beneden de min 5 graden. Morgen gaat de temperatuur langzaam oplopen. Dat gaat niet snel, de bewolking neemt wel vlot toe en tegen de middag begint het in het westen te regenen. En op het moment dat die neerslag naar het oosten trekt in de middag, kan er voorafgaand nog wat natte sneeuw vallen. En dan wordt het uiteindelijk in het oosten van het land 3 graden en een graad of 6 in het westen. Er staat een stevige wind. Langs de kust waait het minimaal krachtig met windkracht 6. En de dagen die volgen zijn wisselvallig met maartse buien. Er kan van alles bij zitten. Kans op natte sneeuw, kans op hagel, onweer. En enkele keren is ook mogelijk. En dat dan met temperaturen die overdag rond een graad of 6 liggen. Maar in de nacht toch weer akelig dicht bij het vriespunt komen. En dat zien we ook goed als we naar de 15-daagse verwachting gaan kijken. In eerste instantie hebben we vrij zacht weer. Met oplopende temperaturen in de loop van vannacht en morgen. Dan krijgen we daarna een zachte woensdag. Maar daarna zien we al heel snel dat die temperaturen in de nacht toch weer dicht bij het vriespunt liggen. En pas na volgende week langzaam wat beginnen op te lopen. Overdag temperaturen boven de 5 graden, dat wel. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.